In het weekend is er van alles gebeurd rond COVID-19. Het begon met wel lockdown, dan geen lockdown. Toen zou er een persconferentie zijn, die werd afgelast. Tijdens de hele situatie vertrok minister Amar Ramadien van Volksgezondheid naar het buitenland en dit tot ergernis van velen. Door deze zaken ziet de samenleving het gevaar van de derde golf die zich heeft aangediend over het hoofd. Daarover praten wij vanavond in Onder de Loep. En van harte goedenavond, beste kijkers, en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering behandelen we de recente ontwikkeling rond de COVID-19 situatie. Na de break stel ik mijn gasten aan u voor. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. Welkom terug aan mijn tafel vandaag, de infectioloog Steffen Vrede en de epidemioloog Ingrid Krisnadat. Welkom. Dank u wel. En zoals ik eerder zei in mijn aankondiging, het gaat een beetje bergafwaarts met de situatie waar we toch wel een beetje stabiliteit hadden qua COVID-19. En we praten nu al over de derde golf. Ik zie dokter Vrede zo kijken. Is het echt zorgwekkend? Absoluut. En ik denk dat ik daar niet veel moeite zou hoeven doen om aan te geven dat het heel zorgwekkend is. Wij maken ons al ietsje langer zorgen. Maar ik denk dat iedereen zich nu, het voor iedereen nu duidelijk moet zijn sinds we vorige week, ik denk dat het op donderdag was, in één dag 54 nieuwe gevallen hebben gediagnosticeerd. En terwijl we in de maand maart meestal op 3-4 gevallen per dag zaten. En bovendien is in diezelfde week bekend geworden dat wij de 3 variants of concern, dus de 3 gemuteerde virusvarianten, in Suriname hebben. Dus dan is er volop reden voor zorg. Met name als je kijkt naar wat voor een ellende deze combinatie van toegenomen aantallen en van de aanwezigheid van deze varianten in een samenleving betekent. Dus er is erg veel reden om ons zorgen te maken. En dokter Krisnadat? Het is inderdaad precies zoals dokter Vrede aanhaalt. Het is zeer zorgwekkend omdat we een toename hebben gezien, dus eigenlijk de afgelopen 2 weken. Het aantal van niet alleen de vorige week, maar ook de week daarvoor, was het dubbele van wat het eerder was. Men heeft ook gezien dat de varianten die nu aanwezig zijn in de samenleving, van niet alle mensen bij wie die variant is vastgesteld, en niet bij iedereen heeft men gekeken of er een variant is, heeft men ook kunnen vinden waar die persoon eigenlijk precies naartoe is gegaan en waar die persoon het heeft opgelopen. Dus het is ook niet duidelijk precies van waar die mensen met de varianten zijn. Ja. En ja, het is geen het is niet duidelijk, want daar ging het in het begin om, toch? Die contact tracing. Wordt dat niet meer gedaan? Want u zegt het is niet duidelijk. Nee, die contact tracing wordt gedaan, maar als je iemand vraagt van waar bent u de afgelopen 2 weken geweest, want dat vragen we aan de mensen, en ze zeggen ik ben alleen thuis geweest en ik ben alleen naar de winkel gegaan, maar die persoon heeft het Zuid-Afrikaans variant,
Het ging alleen met een vliegtuig in Suriname, iemand in de vliegtuig in Suriname kan zijn gekomen. Dan vraag je wel af, maar dan hoe kan dat? Precies. En dan vraag je aan die persoon, maar bent u echt niet naar een feest gegaan? En de meeste mensen die wel naar feesten gaan, durven dat niet te zeggen. Dus dan weten we dat ook niet. Weet u echt dat die buurman niet uit het buitenland is gekomen? Niets. Nou, dan weten we het gewoon niet. Maar we vragen het wel, we zoeken het op. En bij een aantal mensen vinden we dan wel wat. Een aantal clusters, bijvoorbeeld van die P1-variant, hebben we kunnen vinden dat binnen een bedrijf een verspreiding heeft plaatsgevonden. En daar zijn eigenlijk alle mensen wel goed ook geïsoleerd. Dus van daaruit is niks geweest. Ja. En bij een andere Manaus-variant persoon, die kwam rechtstreeks met het vliegtuig van Belem hier. Nou, die hebben we ook gelijk gevonden. Die heeft niemand kunnen besmetten. Maar jammer genoeg was er weer een andere die de hele week rondliep en ook nog in een hotel werkt. Dus dat, en van die weten we dan niet. Dus we weten niet van iedereen, maar we zoeken het wel uit. En gelukkig, als we van een deel weten, kunnen we een deel containen. Maar dat andere deel moet je weten van. Het kan mijn buurman zijn, het kan mijn zus zijn. Dus mensen zijn niet altijd eerlijk of vertellen niet alles. Nee. En het is, jammer dat die mensen dat niet vertellen. Want het is niet om die mensen te straffen. Het is om te weten, je bent naar een feest gegaan. Het is wel inderdaad niet verantwoordelijk. Maar al die mensen op dat feest kunnen nu gevaar lopen. Ja. Weet je, dus je kan ze helpen. Oké, mooi. Dr. Vrede, want ik hoor het al een tijdje. We praten niet meer over de Braziliaanse variant, maar over de Manaus variant. Wat is het verschil? Nou, er is eigenlijk niet een verschil. Er zijn wellicht meerdere varianten in Brazilië. Zo. En die Manaus variant is natuurlijk niet alleen in Manaus. Want die mevrouw waar dokter Krishna dat net over had, die kwam helemaal niet uit Manaus. Het is een variant die in Brazilië is. Men noemt het de Manaus-variant omdat eigenlijk Manaus exemplarisch is geweest voor wat deze variant kan betekenen. Okay. Manaus is massaal in het nieuws geweest. Men heeft daar de ellende gezien van mensen die zelf voor zuurstof moesten zorgen voor hun familieleden. Omdat ja, die beelden hebben we gezien. Die beelden heeft u gezien. Ja. En vandaar dat men het de Manaus-variant noemt. Maar het is niet juist. Eigenlijk is ook de UK-variant, het is maar de vraag of het voor het eerst gerapporteerd vanuit de UK. Maar dat is vooral gerapporteerd omdat de UK heel goed kijkt. Maar voor hetzelfde geld is hij eerst ergens anders geweest. Maar dus, what's in a name? Oké. En ja, ik zie twee dingen. We praten over een stijging en over nieuwe varianten. En dat is heel ernstig. Een hele vervelende combinatie en een hele zorgwekkende combinatie. En dat is de reden, en dat moeten mensen goed begrijpen, dat is de reden dat we hebben gezegd van jongens, wij moeten nu met alle kracht op de rem trappen. Want als je deze twee situaties tegelijkertijd in je samenleving krijgt, dan heb je een hele grote kans dat er een enorme outbreak plaatsvindt, die je niet kan containen. En het betekent enerzijds, oké, er zullen wellicht meerdere mensen overlijden als je het niet containt. Maar het betekent ook vooral dat het je gezondheidszorgsysteem volledig zal ontwrichten. Want we hebben bij de twee vorige golven hebben we echt op de rand gestaan van het niet meer kunnen opnemen van patiënten in ziekenhuizen. En met ook vrij hard op de rem trappen, want ook toen hebben wij weekend lockdowns gehad, is het nog net gelukt om iedereen die ziekenhuisbehoeftig was, op te nemen. Ja. Maar er zijn landen waar dat niet bij lukt. Sint-Curaçao, het is in korte tijd zo geëxplodeerd. Exactly. En Curaçao is eigenlijk, en niet alleen Curaçao, maar zoveel plekken in de wereld, is het uit de hand gelopen, omdat het beleid niet snel genoeg werd aangepast. Zo gauw als je eigenlijk iets ziet wat niet wat niet in de haak is, zoals inderdaad drie nieuwe varianten ontdek je en een stijging naar 54 in één dag, dan moet je maximaal op de rem treppen. Je kunt er dan een paar dagen over gaan discussiëren en delibereren en afstemmen, maar het virus wacht niet op jouw besluit. Ja. De verspreiding gaat door en tegen de tijd dat je besluit neemt, is de verspreiding al zo ver dat je het niet meer met één of twee weekend lockdowns kan beheersen.
Okay. En dokter Krishna, dat we hebben gezien sinds de COVID-outbreak in Suriname, dat zijn politiek en natuurlijk de adviezen van de medici soms niet samengaan. Ik neem aan dat jullie de regering toch wel waarschuwen om bepaalde besluiten niet te nemen. Want ja, het besluit om toch Pagwa te laten vieren dan in familiekringen, en we kennen Surinamers allemaal hoe we dat gaan doen. En toch wordt het gedaan en we zien steeds wanneer er toestemming wordt gegeven dat mensen bij elkaar komen, zien we die explosieve stijging. Leren we niet? Wel, u vraagt mij een vraag die u aan de regering moet stellen. Nee, ik stel u. Ik zeg van, u geeft die adviezen. Ja. Dus worden ze in de wind geslagen? Nou, ik hoop het niet. Maar dus zoals dokter Vrede het aangeeft, men gaat dan delibereren over de adviezen. En ook nog nadenken. En andere, dus we zijn als deskundig team daar om ze te adviseren. Maar men vindt dat men nog andere mensen erbij moet halen om erover te praten. En dat duurt soms een klein beetje te lang. Ja, en je kan niet wachten hier, hè? Nee. Maar zijn ze ervan doordrongen? Nou, kijk, het is goed dat wij zijn de outbreak management team. En wij hebben, toen wij die 54 gevallen werden gediagnosticeerd, hebben wij, hoewel we voor die dag helemaal geen vergadering hadden, hebben wij besloten dat we die avond per se moesten vergaderen, omdat er een noodsituatie was, zodat we de volgende dag al aan de overheid, de regering, een advies konden geven over wat er moest gebeuren. Dus wij zijn er heel erg van doordrongen dat het belangrijk is om snel te zijn met je besluiten. En iets wat in Suriname natuurlijk in het bijzonder is, kijk, wij hebben zulke beperkte resources. Onze ziekenhuizen die zijn al vol, die hebben eigenlijk al geen extra capaciteit. Ons zeer beperkte gezondheidszorgpersoneel is oververmoeid en staat niet te trappelen om weer in een derde golf hele zware en hele vervelende diensten te draaien. Dus met die beperkingen moeten wij extra rekening houden dat wij nog meer dan elders zeker niet in een derde golf moeten komen. En al dat soort zaken, in het outbreak management team zit er ook speciale ziekenhuisexpertise, zodat wij ook weten dat we die kant uit ook heel beperkt zijn. En daarom zijn onze adviezen, wij proberen ze zo snel mogelijk te geven en zo duidelijk mogelijk te formuleren. U zei we niet in een derde golf moeten komen. Zijn we wel of niet in een derde golf? Nou, ik moet zeggen dat, kijk, daar heeft u gelijk in. Ik denk dat als je 54 gevallen in één dag hebt, dan kan je niet zeggen dat je niet in we zijn in een derde golf. Gisteren waren het er 24. We zijn in de derde golf. En wat ik vooral bedoel is, wij moeten ervoor zorgen dat deze golf zo snel mogelijk beheerst wordt. Dus dat deze golf, want die heeft het potentieel om tot 200 of 500 nieuwe gevallen per dag te dat zich uit te breiden. Dat is heel heftig. Dat is heel heftig. En ik kan u nu al zeggen, dat kunnen wij niet aan. Dat betekent dat er mensen die ziekenhuiszorg nodig hebben, niet in het ziekenhuis opgenomen zullen worden. En dat betekent toestanden met zuurstof. Ik denk dat velen zich onvoldoende realiseren, en vooral de mensen die niet direct in de gezondheidszorg zitten, wat het betekent als je 200 tot 500 gevallen per dag in Suriname zou hebben. Op Curaçao weet ik dat zij dagelijks mensen uitvliegen naar Aruba, waar het ietsje minder is, dat zij, omdat ze nog in het Koninkrijk zitten, zonder meer al tientallen gezondheidswerkers vanuit Nederland hebben kunnen invliegen om te helpen. En dat zijn gezondheidswerkers die specifieke COVID-19 expertise hebben. Wij hebben niet per se zo'n hulpmogelijkheid. Ja, dus ja, we gaan het echt zelf moeten doen. Met voorlichting. Ja, we pakken een korte break, dan zijn we terug. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn.
Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En welkom terug. We willen even teruggaan naar de varianten. Hoe weten de medici dat er sprake was van nieuwe varianten? Misschien kunnen We hebben dus gezien in de wereld dat die varianten ontstaan. Want mensen doen overal surveillance. Surveillance is het op tijd kijken naar wat je hebt. In Suriname hebben we geen testmogelijkheden voor die varianten. Dus wat wij doen, we verzamelen samples waarvan we denken van... Oh, deze meneer is een beetje... Hij is jong en hij is al zo erg ziek. Er zijn een aantal criteria waarop je ze verzamelt. En over de tijd. Dus vanaf begin februari zijn we begonnen samples te verzamelen. We hebben geprobeerd ze een aantal keer weg te sturen, maar uiteindelijk is het pas 24 maart gelukt. Ja. En we hebben dus pas afgelopen maandag nog? Zondag hebben we het resultaat gehad. Dus een week geleden. Ja. Ja, dus het resultaat was dus eigenlijk over de hele periode. En dat was dan wel jammer, want anders konden we, dan hadden we veel eerder gezegd van hé, laten we voorzichtiger zijn, et cetera. Maar oké, dat is nou gewoon eenmaal gebeurd. Dus die samples worden verzameld, ze worden opgestuurd en ze hebben geprobeerd het naar verschillende plekken te sturen. Uiteindelijk gaan we het nu sturen naar Erasmus van Nederland. En die batch die we hadden gestuurd, die heeft RIVM gedaan. Dus vanuit Nederland hebben we wel de hulp om kosteloos die samples voor ons te analyseren. We moeten ze alleen maar daar krijgen. Ja. En dat was dus eigenlijk een probleem. Maar nu hebben we dat wel kunnen oplossen. Dus we gaan dus eigenlijk om de 2 weken weer opsturen. Ja. En dan gaan we zien van hoe het gaat. Maar zo hebben we het dus ontdekt. Oké. Officieel moet het heten dat ons luchtruim dicht is, onze grenzen dicht zijn. Maar die varianten zijn toch hier beland. Is het screeningproces bij het reizen? Want we weten dat aan de andere kant er toch wel eisen worden gesteld. En aan deze kant ook wel eisen. Maar toch zien we dat er mazen zijn. Nou, dat verbaast ons niet echt. Kijk, we weten dat de grens met Frans-Guyana formeel dicht is. Maar... ik denk dat de overheid ook al heeft aangegeven dat er per dag zeker 1000 mensen die grens passeren. En dat is gewoon omdat het onmogelijk is om die grens hermetisch af te sluiten. Mensen steken over met kleine bootjes. Het is een rivier van 500 kilometer lang. Je kunt niet overal zijn. Zelfs niet als je het hele leger en de hele politie daar zou zetten. Dan zouden die mensen toch nog heen en weer gaan. Dus dat is niet te vermijden. We weten al dat, eigenlijk weten we dat alles wat in Frans-Guyana gebeurt, dat komt met enige vertraging toch in Suriname terecht. Dus het is niet helemaal verrassend dat wij deze varianten nu hebben, want in Frans-Guyana hebben ze al weken, zo niet maanden. Maar wat je kan doen is zorgen dat je dat je de surveillance doet, dus dat je weet wanneer het er is. En proberen de mensen toch te motiveren om 1. Voorzichtig te zijn met betrekking. Want ik bedoel, ook als je de grens per se om economische redenen of wat dan ook moet overschrijden. Dan zeg ik van oké, het mag niet, maar ik kan me voorstellen dat je het doet. Maar neem dan toch wel die veiligheidsmaatregelen in acht voor jezelf. Maar ook voor je familie aan deze en gene zijde van de rivier. Dus... we moeten vooral de mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, op het belang van Mohana. Ja. Want als je dat in acht neemt, dan kan je in principe, hoewel het niet mag, dan als je vindt dat het per se moet, dan kan je in ieder geval voorkomen dat je daarmee een hele populatie mee schaadt. Verder zijn er natuurlijk, wat ons betreft, meer... internationale vluchten dan wij denken dat goed is. Het blijkt ook dat we de quarantaine ook minder goed is dan het zou moeten zijn. En dat heeft allerlei redenen. En dan heb je het
perfecte recept natuurlijk om toch allerlei ellende over je heen te krijgen. Maar ik moet zeggen, het is niet per se zo dat je dat kan voorkomen, want ik geloof niet dat er één land is. Nou ja, ik hoorde gisteravond dat Australië bijvoorbeeld heel goed haar COVID buiten de grenzen houdt. Maar dat betekent dat er tienduizenden Australiërs gewoon niet thuis kunnen komen. Ja, ik hoorde 40.000. 40.000. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Dus je moet altijd proberen om het zo goed mogelijk te beheersen. En wat vreselijk belangrijk is, je surveillance. Zodat je op tijd weet wat er in je maatschappij gebeurt. Zodat je je maatregelen daarop kan toepassen om te voorkomen dat je een golf krijgt. Oké. U stresste eerder wat, ja, we zijn niet capabel. De situatie is niet erop berekend om, weet je, die derde golf aan te kunnen. Dan zouden we toch meer, deze dingen, voorlichting, zeggen wat, hoe mensen zich moeten gedragen, dat meer moeten stressen. Want als u zegt dat we eigenlijk zijn gaan verslappen met die quarantaine, dan maak ik me toch wel zorgen. Want dan ben ik hier als burger blootgesteld. Ja, ik ben het helemaal met u eens. We hebben dus ook gezien, we hebben eigenlijk ook letterlijk gezien dat de aantal mensen die dus uit het buitenland gekomen waren en zich wel braaf in quarantaine hielden, die dus ziek werden. Eén persoon kwam uit Aruba en daar hebben we die Britse variant in gevonden. En dus eigenlijk is het ook van als je komt en je bent in quarantaine geplaatst, blijf ook in quarantaine. Het is niet, al krijg je, weet je, dus die verantwoording bij de mensen zelf ook. Niet dat de regering geen verantwoording heeft, maar we hebben allemaal verantwoording. Bij de mensen zelf ook, dat je begrijpt waarom quarantaine is. Het is niet om je te straffen dat we je niet willen, maar je kan echt iets in je dragen. En we hebben dus mensen getest, mensen gevonden die ziek zijn geworden binnen 2-3 dagen uit het buitenland. We weten ook niet, weet je, het buitenland heeft zijn regels, ze testen daar, maar dus ja. Het is een bewijs dat ze brengen, of het nou wel of niet gebeurt, weet je ook maar niet. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk dingen die we eigenlijk allemaal niet in de hand hebben, maar het, ja. Ja, en ja, als vooral de, ja, u zegt de verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Nee, maar het ligt gedeeltelijk, dus ook, laten we het zo van, ook bij het individu. Ja. Maar mensen zijn geneigd te kijken naar hun leiders, die een voorbeeld moeten stellen. Ja, toch? En als het misgaat bij de leiders, moet je dan de mensen kwalijk nemen dat ze zich zo gedragen? Ik neem niemand kwalijk. Ik heb alleen maar gezegd dat je jezelf ook kan beseffen. Je hoeft niet naar niemand te kijken. Je moet proberen te begrijpen. Ik stel geen schuldvraag. Nee, maar u vraagt of ik mensen kwalijk neem. Ik neem niemand kwalijk. Niemand wordt, dus, nou ja, ik bedoel de mensen die in quarantaine geplaatst worden door de regels. Ik probeer te vragen dat ze begrijpen waarom ze in quarantaine worden gezet en of ze zich daaraan willen houden. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ja, ja, en als ja. je dat niet doet omdat je vindt dat je weet ik veel wat, dan kan ik je misschien wel een klein beetje kwalijk nemen. Ja. En ja, ik wil toch even inzoomen op dat stukje van die varianten, toch? Is het dat wanneer je test, zie je wel dat er misschien iemand COVID heeft, het wijst dat je iemand positief is, maar is het dat er je niet ziet welke variant, hoe zit dat met die nieuwe variant? Dus zie je helemaal niet dat de persoon positief is? Wat wij hier doen is we testen of je COVID hebt of niet. Precies, ja. En in die test kan je zien hoeveel, hoe besmettelijk je bent. Ja. Dus dat noemt met de CT-waarde kijken we daarnaar, dat is een bepaalde waarde. Als die waarde laag is, dan wil dat zeggen dat je erg besmettelijk bent. Dus die erg besmettelijke die zijn waarschijnlijk de varianten. Binnen dus ze vermoeden dat jullie dan hebben. Nou ja, dus dat is een mogelijkheid. Dus binnen die selecteren we dan periodiek, dus bijna voor elke week een aantal van de verschillende leeftijden, van de verschillende gebieden. Mm. Bijvoorbeeld, eergisteren waren er twee van die Keri bij. Die zijn duidelijk gezet in de zak van laten we kijken of deze hebben. Weet je, van de grensgebieden, van de verschillende plekken, zodat we van overal in ieder geval een beetje iets hebben. Ja, ja. Van de verschillende leeftijden, van de verschillende ziektegraden. Ja. Weet je, mensen die en van alle personen die overleden zijn, proberen we ook na te gaan. Of dat daaraan is. Wil die daarop reageren? Nee, ik denk dat een hele goede reep. Want je kunt ze niet allemaal testen, dat is veel te kostbaar. En het is ook niet zinvol. Je moet gewoon een idee hebben van wat er ongeveer is in de samenleving.
Oké. Okay. En er is weer een lockdown gepland voor deze week, komend weekend, dat het helemaal dicht gaat. Gaat het echt helpen? Nou, ja. Wij hebben, dit is eigenlijk de derde keer, als ik het goed heb, dat wij weekend lockdowns implementeren. En wat wij gezien hebben, is dat na weekend lockdowns je wel degelijk een duidelijke daling ziet van het aantal gevallen. Kennelijk heeft dat een adequate vermindering van contacten tot gevolg. En, en dat is wat je wil. Je wil gewoon dat het aantal gevallen minder wordt. Ja, ja. Want hoe minder het aantal gevallen, hoe makkelijker het is om ze te containen. Dus wij, onze ervaring is dat alle lockdowns tot nu toe zeer effectief zijn geweest. Alleen, je moet ze wel snel genoeg implementeren. Het heeft geen zin om over 3 of 4 weken pas te zeggen van zullen we een weekend lockdown doen. Want dan is het al de duivel uit de fles, zeg maar. Ja, ja, ja. En ja, we hebben het eerder niet over gehad, maar afgelopen weekend wat er is gebeurd. Het heeft toch wel voor veel jugu-jugu en verwarring gezorgd. 2 berichten na elkaar. Ja. Wat had u advies gegeven aan de regering, het team, het outbreak-management? Ja, dus het outbreak-management team had op grond van de variants en op grond van de toename een intensieve reguliere vergadering gehad waar er discussie was over over de maatregelen en die hadden we dus op dat moment, zoals eerder aangegeven, gegeven aan de regering. Maar de komst, in die discussie was er eigenlijk ook wel van dat we de ernst ervan benadrukten. En de 52 gevallen die dag of de 2 dagen na onze reguliere vergadering heeft ons eigenlijk veel meer zorgen gebaard dat we het nodig vonden om gelijk weer te vergaderen en de aanbevelingen aan te passen. Dus dat hebben wij als OMT gedaan. De uitwerking van de aanbevelingen, dat is een ander punt. Ja, ja, ja. Daar bent u niet verantwoordelijk voor. U geeft adviezen en ja, de regering moet uiteindelijk bepalen wat ze doet met de adviezen. Ja. En dat is de aard van adviezen. En ja, gaan we steeds, dokter Vrede had het erover, als je lockdowns hebt, dan kan je het containen, kan je de situatie containen. Dan blijkt dat die cijfers omlaag gaan. Maar gaan we dan zo doorgaan met lockdowns om de situatie te blijven containen? Nou, kijk, eigenlijk moeten we ons realiseren dat wij behalve lockdowns, dat we nu een nieuw middel hebben om de verspreiding van dit virus in de samenleving en daardoor het ontregelen van het gezondheidszorgsysteem te voorkomen. En dat is de vaccinatie. Als wij met voortvarendheid de bepaalde doelgroepen gaan vaccineren, dan zullen we zien, en dat is niet iets wat wij bedenken, maar dat is iets wat we in andere landen al zien. Als je inderdaad je 60-plussers adequaat vaccineert, dan zie je dat de druk op je gezondheidszorg enorm afneemt. En dan heb je al, bij een outbreak, heb je daar al maatschappelijk veel minder last van. Ja. Want kijk, als jonge mensen die niet erg ziek worden van het vaccin het virus krijgen, dat kun je niet permitteren, omdat die jonge mensen die komen toch weer met ouderen in contact en die infecteren de ouderen. Maar als die ouderen allemaal gevaccineerd zijn, dan is het geïnfecteerd zijn van die jongeren minder een probleem. Want wat je uiteindelijk wil, je wil voorkomen dat je hele maatschappij ontwricht wordt. Je wil voorkomen dat er ontzettend veel doden zijn, want 182, ja, dat is best wel veel op onze beperkte samenleving en waarbij er nog geen 10.000 positieve tests zijn vastgesteld. Dus het doel, het gebruik van vaccins moet ons helpen om in de toekomst niet meer zulke rigoureuze maatregelen te treffen. Maar zolang, als je aan de ene kant, je hoort allerlei dingen over dat mensen anderen
ontmoedigen om vaccins te gebruiken. En ze vinden dat het virus er niet is. En dan denk ik van mensen, maar wat wil je? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij, als we naar een iets een leefbaarder samenleving willen, dan zullen we beide maatregelen moeten treffen. En naarmate de vaccinatiegraad van de belangrijkste groepen, de prioriteitsgroepen, dus de mensen met die ernstig ziek kunnen worden en die overlijden aan het virus, als die vaccinatiegraad gehaald wordt, dan hoef je veel minder rigoureuze maatregelen te treffen. Oké, dokter Vrede heeft al een voorschot gegeven, maar we pakken even een break en in het laatste blok gaan we in op het vaccinatieproces. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En welkom terug, wel of geen prik. Ja, een heleboel mensen geven aan, ik ga geen prik nemen omdat ik weet niet wat erin zit. En weten de medici geven aan hoe belangrijk het is dat u toch uw prik neemt. En dokter Vrede heeft het al net gezegd, hoe belangrijk het is eigenlijk het vaccineren om eigenlijk de hele situatie te gaan containen. En dokter Krishnadat, misschien kunt u ons vertellen hoe het proces tot nu toe verloopt van vaccinatie. Nou, ik kan u alleen maar vertellen wat ik weet, want ik ben niet eigenlijk in het team dat vaccineert en de rapportages die ik daarvan krijg zijn dus dat er tot nu toe 32.000 mensen zijn gevaccineerd. Maar ik weet niet wat de leeftijdsindicatie van die mensen is. Ja. Want zoals dokter Vrede aangaf, het is belangrijk dat de 60-plussers worden gevaccineerd. Ja. Want we hebben gezien, en zelfs de 70-plussers, die gaan tot 25 maal sneller dood dan de mensen daaronder. Dus eigenlijk is het echt heel belangrijk dat die groep gevaccineerd wordt. En daar heb ik eerlijk gezegd geen zicht op. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Ja. En dat zou ik eigenlijk echt wel heel graag willen weten. Ja. Ja. Oké, dokter Vrede. Ik hoorde vanmorgen ook op het nieuws dat in Frans-Guyane, vooral Frankrijk, eigenlijk het proces, het vaccinatieproces heeft versneld. Want de periode tussen de twee prikken is verruimd naar 6 weken. En ze zeggen de reden daarvoor is dat eigenlijk meer mensen de kansen krijgen om de eerste prik te krijgen. Ja. Nou, dat is een... Is dat een goed model? Nou, het is een model uit nood geboren. Ja. Omdat je... Want zij gebruiken het Pfizer-BioNTech-vaccin. Waarvoor een interval van 4 weken is ingesteld. Het is een heel duur vaccin, maar goed, they can afford it. Ja. Maar ook daarvan is er schaarste. Ja. En als je 1000 vaccins hebt in een bepaalde periode, dan kan je eigenlijk maar 500 mensen vaccineren. Ja. Maar als je zegt van nou, weet je, ik verruim die periode naar 6 weken, wat ook kan, dan kan je bij die 1000 alvast iedereen een eerste shot geven. Ja. En er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen, gegevens. Dat is inmiddels zelfs ook de WHO echt aangegeven dat ook 1 prik je al enige bescherming geeft. Ja. Alleen die bescherming duurt niet zo lang als je zou willen. Maar het duurt wel lang genoeg om inderdaad je 2e prik pas na 6 of misschien zelfs 8 weken te nemen. Dus... het is wel een logische policy en afhankelijk van het beschikbaar komen van vaccins. Wij hebben een vaccin dat met een interval van 8 tot 12 weken gegeven zou moeten worden. Zouden ook wij ervoor kunnen kiezen om dat interval te verlengen. Om te zorgen dat iedereen, met name als je een outbreak hebt, dan wil je zoveel mogelijk mensen gevaccineerd hebben. Ja, ja. Dan zou je er ook toe kunnen overgaan om
dat interval een beetje te verlengen. Maar dat is dan puur omdat er een schaarste is wereldwijd aan vaccins. Ja. Ook hier is al een behoorlijke schaarste. En tot nu toe hebben we, volgens mij hebben we, als we weer nog met twee prikken blijven, hebben we nog maar voor 5000 mensen een prik. Dus ja, breng je ouderen om te vaccineren, want het is straks op. Oké, en wanneer je kijkt naar het wereldnieuws, zien we dat ook steeds meer, dat de leeftijd, want u gaf aan van ouderen zijn heel erg kwetsbaar, ja. En we zien dat ook die beroepsbevolking mensen veel jonger geïnfecteerd kunnen raken en heel ziek kunnen worden. Uh-huh. Dat lijkt zeker zo te zijn bij de varianten. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn wel aanwijzingen dat die varianten, laten we het zo zeggen, in de landen waar er veel varianten circuleren, ziet men dat er ook meer ernstige ziekte optreedt in een jongere leeftijdsgroep. Naar mijn weten is het nog niet heel goed uitgezocht of die jongere leeftijdsgroep inderdaad geïnfecteerd is door de varianten. Dat zijn dingen die wij anytime kunnen verwachten, want die resultaten komen vaak vrij snel. Maar het wordt wel steeds duidelijker dat wij zoveel mogelijk mensen gaan moeten vaccineren. Dus we moeten echt doorgaan en zo gauw als we dus de risicogroep met de grootste kans op ernstige ziekte en sterfte hebben gehad, dus dat zijn de 60, 70-plussers, zullen we met dezelfde ijver moeten doorgaan om ook de jongeren te vaccineren. Okay. En het is dus inderdaad zo dat met die varianten, dat niet alleen die jongeren meer ziek worden, maar ook die ouderen. Dus die relatie ouderen-jongeren is tot nu toe volgens mij wel hetzelfde. Ik heb pas een artikel gezien van Paraná, een streek in Brazilië, waar je dus duidelijk een toename van sterfte hebt in alle leeftijdsgroepen. Kinderen, jongvolwassenen, ja, middenvolwassenen, maar ook die ouderen. Dus iedereen. Ja. En dat is ook gewoon omdat men in een kortere tijd meer gevallen heeft. Ja, ja. En ja, u gaf eerder aan dat ja, er is veel druk op beschikbaarheid van vaccins. Maar we zien nu juist dat een heleboel merken die eerder waren aangekondigd nu ready zijn. De Russische Sputnik-vaccin, Chinees vaccin, Nederlands vaccin, Janssen. Maar het gaat om financiën om die vaccins hier te krijgen. En procedures. Ik weet nou, niet financiën, procedures. Kijk, Suriname heeft een ingezet van een aantal trajecten. Men heeft dat COVAX, dat via de PAHO, WHO, vaccins inkoopt voor landen die of een kleine beurs of een kleine bevolking hebben, of allebei, zoals wij. Want die mensen komen vaak achter in de rij bij het aanschaffen van vaccins. Dus dat loopt, maar door de absolute schaarste is, bij de laatste zending zouden we aanvankelijk 26.000 doses krijgen. Dat is 24.000 geworden vanwege de schaarste. En voor andere landen is die korting, want dit was een beperkte korting van 26 naar 24, maar voor andere landen is het van 30 naar 12 gegaan. Dus omdat men de beschikbaarheid van de vaccins is wat moeilijker geworden. India is een grote producent van vaccins, maar die hebben op enig moment ook gezegd van, we hebben ook bijna 1 miljard inwoners, wij gaan nu even ons richten op onze eigen bevolking, wat volkomen begrijpelijk is. Ja. Dus er is zeker een soort van schaarste en gelukkig worden er steeds meer vaccins goedgekeurd, waardoor je wat breder kunt inkopen. En ik heb begrepen dat de Surinaamse overheid ook al met verschillende landen die vaccins produceren in overleg is om te kijken of daar vaccin vandaan te halen is. Is het wel wijs om met verschillende merken te werken? Ja, ja, juist wel. Vooral omdat we verschillende varianten hebben ook. Okay. En, dus dat is wel goed, maar als je bent gevaccineerd met type 1 moet je wel je tweede prik van hetzelfde type krijgen. Oké, dus je kan niet van een ander merk gaan krijgen. Nee. Oh, oké. Okay. Want dat was ook de vraag van, als er steeds nieuwe varianten komen en die vaccins, zijn ze daarop berekend?
de meeste vaccins wel, zover ik weet. En de industrieën die zijn echt ook heel nauw bezig met het volgen daarvan. De varianten die wij hier hebben, de vaccins zijn zover wij weten wel bestand tegen die. Dus, maar er ontwikkelen zich ook nog weer nieuwe varianten. Dus wat er straks gebeurt, weet ik ook niet. Maar de vaccins zijn op een dusdanige manier gemaakt dat ze ook makkelijk, zeggen ze makkelijk, het zal wel moeilijk zijn, maar in ieder geval dat ze ook aangepast kunnen worden naar nieuwe varianten. Oké, dus dat kan wel. Dus daar houden de fabrikanten wel rekening mee. En de vraag die, mensen zitten er nog steeds mee. Zij vanwege een religieus oogpunt, vanuit, ik weet niet zeker, maar velen zijn er nog steeds niet uit of ze zich wel of niet moeten laten vaccineren. Wat zegt u tegen de mensen? Nou, weet u, het blijft iets, een eigen keuze. Hè? Er zijn mensen die tegen me zeggen van, ik wil niet gevaccineerd worden. En tegen die mensen zeggen van, oké, I respect that. Dan, it's your choice. Ik neem aan dat je voldoende hebben laten informeren en dat jij hebt besloten het niet te doen. It's okay. Er zijn mensen die zeggen, ik wil niet gevaccineerd worden om dit of om dat of om dit. En dan ga ik kijken naar die redenen die ze aanvoeren. En meestal kan ik die redenen ontzenuwen. Kan ik zeggen van luister, dit klopt niet, dat klopt niet. En zij kunnen dan toch nog vasthouden aan, ja maar ik twijfel toch of ik wil. Ik zeg van luister, als je niet wil, dan hoeven we niet te discussiëren. Dan vind ik het oké. En dan respecteer ik dat. Maar als je om allerlei redenen die niet kloppen, zegt van ik wil niet, dan probeer ik je in ieder geval aan te tonen dat die redenen niet kloppen. En dan moedig ik je ook aan om niet andere mensen, die misschien nog minder knowledgeable zijn dan jij, die redenen op te dringen. Want er wordt ongelooflijk veel onzin en soms is het uit onwetendheid, maar ik denk dat heel vaak ook een soort van kwaadaardige mind. En waar dat vandaan komt, waarom je... Het is bijna misdadig. Of het is niet bijna misdadig, het is misdadig. Allerlei mensen verteld worden, allerlei idiote dingen over vaccins die gewoon totaal niet kloppen. Daarvan zou ik willen zeggen, in ieder geval de kwaadwillende mensen, daar kan ik niks aan doen. Maar de goedwillende mensen, dat zij zich onthouden van het verspreiden van dit soort onzin. Want daarmee maken ze allerlei andere mensen die eventueel wel zich zouden vaccineren, maken ze bang en laten ze twijfelen. En dat betekent dat die mensen eventueel doodgaan. Dus ik vind het echt ronduit misdadig als iemand opzettelijk allerlei onzin verspreidt over vaccins, over vaccinaties. Zomaar omdat ze het leuk vinden of omdat ze een gestoorde geest hebben. Dus dat wil ik wel meegeven aan de mensen. Oké. Of omdat mensen, ik ben het helemaal met dokter Vrede eens. En sommige mensen willen gewoon praten en mensen laten luisteren en willen maar iets zeggen. Maar de wetenschap toont aan dat in ieder geval vaccinatie op dit ogenblik een van de betere methodes is om je samenleving weer leefbaar te maken. En ik zou dat eigenlijk van mensen die dus inderdaad, om wat voor reden dan ook, misschien ben je gewoon bang voor een prikje, want ik ken mensen die geen tetanusprik willen, mensen die geen ding, want ze zijn bang voor een prikje, nou goed, dan niet. Maar als je daar allerlei soort dingen gaat verzinnen, zoals dokter Vrede zegt, en andere mensen daarmee belast, dan breng je niet alleen die persoon in gevaar, maar je brengt ook de maatschappij in gevaar. Oké, dat is duidelijk. En tot slot, hoe verder? Nou, ik wil nog één ding zeggen. Ja. Het zou niet goed zijn om, want er is de afgelopen week nog meer gebeurd dan de varianten en de stijgende aantallen. Er is ook gesproken over twee mensen die zijn overleden na vaccinatie. Ja. En dat moeten we natuurlijk niet veronachtzamen. Het afgelopen weekend is er in een team waar ik niet in zit, maar waar ik dus wel rapportage van verwacht in de loop van deze week, over wat er precies is gebeurd en hoe waarschijnlijk het is
dat die overlijdens te maken hebben met het vaccin. Daar krijgen we informatie over. Ik denk dat sommige mensen daar natuurlijk van geschrokken zijn. En ik heb ook inmiddels gehoord dat mensen dat misbruiken om mensen te ontmoedigen om te vaccineren. Ik zou zeggen, kijk, overal in de wereld zijn er mensen ziek geworden of zijn zelfs overleden na vaccinatie. Het wordt allemaal uitgezocht. Wat belangrijk is, is altijd dingen een beetje naar proportie te schatten. Als we even naar het Surinaamse voorbeeld kijken, dat is makkelijker dan de hele wereld. Ik zeg altijd, er zijn ongeveer 10.000, sinds vorig jaar, zijn er 10.000 mensen gediagnosticeerd met COVID in Suriname. 10.000. En vanochtend is de 183ste of 181ste dode gerapporteerd. Dat vind ik vrij veel, 181 doden op 10.000 mensen. Dr. Krishna, dat heeft juist aangegeven, er zijn niet 10.000, maar 32.000 Surinamers gevaccineerd. Ja. En wij weten nog niet eens of deze twee mensen overleden zijn door het vaccin of overleden zijn door andere aandoeningen die op dat moment aanwezig waren. Ja. Maar laten we even stellen dat ze overleden zouden zijn door het vaccin. Dan zijn er twee mensen op 30.000 overleden aan het vaccin. Dus cijfermatig zou je het kunnen verwaarlozen? Dan zou je het dan verwaarlozen zou ik niet zeggen. Ik zou zeggen vergelijk het. Wil je liever het risico lopen van 2 op de 30.000? Of wil je liever het risico lopen van 181 op de 10.000? Oftewel, als je niet vaccineert, en zeker als je tot de risicogroep behoort, dan is het risico om aan de ziekte te overlijden 100 keer groter dan het risico dat je aan het vaccin. Ja, ja. En als je het ook, iemand heeft het laatst in een heel mooi voorbeeld gezegd, het risico om te overlijden aan het vaccin is vergelijkbaar met het risico dat je, als je van Paramaribo naar Nikeri rijdt met de auto en terugkomt, want u weet, daar gebeuren wel eens ongelukken, ja, ja. Gaan mensen wel eens dood. Maar ik heb nog nooit gehoord van iemand die zegt van, ik ga niet met de auto naar Nikeri, want misschien word ik wel aangereden. Dus in die orde is dat risico. Ja. Dus mensen moeten, het is niet voor iedereen makkelijk om dingen in perspectief te zien. Het heeft te maken met inzicht, een beetje rekenkundig inzicht. Ja, ja. Maar de mensen moeten erop vertrouwen, hoop ik, dat wij als deskundigen absoluut niet iets zouden aanbevelen als wij eraan zouden twijfelen. Als wij zouden denken dat mensen daar een onnodig hoog risico bij loopt. Dus ik denk dat dat nog even gesteld moet worden. Maar ja, ik had het eerder moeten stellen. Maar dokter Krishnadat, we zien, u geeft aan, dokter Vrede geeft aan, we weten nog niet of de mensen als gevolg van het vaccin, van die prik, zijn overleden. We moeten het uitzoeken. Maar aan de andere kant, je hebt twee dingen. De regering, de minister gaat alvast en condoleert, terwijl u aangeeft, we hebben het ook gehoord in het nieuws, dat we nog moeten onderzoeken. En de regering legt al een verband. Dat is één. En twee, als ik al bang was, sceptisch was tegen het vaccineren en ik hoor twee doden. Hoe maakt het dat de hele situatie niet moeilijker dan het al is? Ja, als ik bang was en ik zou dat horen, zou ik inderdaad gelijk nog banger worden. Maar daarom zijn we hier en we proberen het dus duidelijk te maken van een dode nadat je bent gevaccineerd wil niet zeggen dood doordat je bent gevaccineerd. Het zijn twee verschillende dingen. Deze vaccins, alles is nieuw, we zijn helemaal nieuw, dus het is heel goed, de hele wereld onderzoekt heel goed of het inderdaad niet, we kunnen niet snel van de tafel vegen, ach het kon wel gebeuren. Nee, laten we kijken of er niet een relatie is. Maar die relaties, dus dat, het feit, de kans dat je een relatie gaat vinden is volgens mij erg klein. Want overal op de wereld zoekt men constant relaties. En de mensen die zijn overleden waren eigenlijk ook al in een categorie dat je denkt van oké, er kan van alles met deze mensen gebeuren. Ja, ja. Zonder dat die mensen waren gevaccineerd, waren ze misschien ook overleden, dat weten we niet.
Maar daarom wordt het onderzocht. Verder heb ik ook gehoord, er gaat een bericht ronden van iemand die zegt dat die 52 positieve mensen ten gevolge van het vaccin positief zijn geworden. En dat wil ik nu ter plekke ontzenuwen. Het is super absurd en het is eigenlijk ook tegen het vaccineren. Het vaccineren is juist om mensen niet ernstig ziek te laten worden. Aan de andere kant kan ik wel zeggen dat iemand die gevaccineerd is, wel positief kan worden door besmet te zijn door iemand, maar die persoon wordt niet erg ziek. Je lichaam heeft dan het virus al herkend en zo. Ja, je wordt niet erg ziek. Maar dus die mensen die zijn positief getest, zijn gewoon mensen die positief zijn getest. Ja, dat dus wil niet ik wel door even. Het vaccin. Nee. Mag ik nog één ding toevoegen? Ja, dan moeten we wel afsluiten. Ja. Okay. Want u zei van dat door de minister al het gelinkt is. Ja. Ik moet u zeggen dat ook door ons heel nadrukkelijk is geadviseerd om dit in de publiciteit te brengen. Okay. Omdat wij denken dat je transparant moet zijn. Je moet mensen alles vertellen wat je weet. Want als je het geheim houdt en mensen komen erachter van er zijn twee mensen overleden, maar ze vertellen het niet, dat is juist slecht. De mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat als er iets gebeurt, dat je ze het zal vertellen en dat je ze ook zegt van maar we gaan het uitzoeken. Je moet niets achterhouden. En ik moet u zeggen, een aantal weken geleden in dat programma op de, een ander zender, niet zomaar een prikje heet dat geloof ik, daar heb ik ook aan de mensen gezegd, alles wat er gebeurt gaan we jullie vertellen. Want ik denk dat juist door mensen te informeren, kunnen ze in jou blijven vertrouwen. Ja, dus ja. Ik denk, wees transparant en leg uit. Okay. Ja. Ja, dank u beiden. En gaat u door met het goed werk. En we hopen dat het goed komt uiteindelijk. Maar dat hangt helemaal van ons af. En hoe we ons gedragen. En wat we allemaal doen. Ik moet nog even erbij vertellen. Dat we dit onderwerp op het laatste moment erin hebben geschoven. Vanwege de urgentie. En daarom hebben we dan ook geen columnist vandaag. Onze verontschuldigingen daarvoor. Het gaat u goed. Een hele fijne avond verder. En hou vooral de COVID-maatregelen in acht. Tot de volgende week. Goedenavond. Ja.